Een paar weken geleden maakte ik bekend dat ik de PABO zou gaan doen. En vandaag was de dag dat ik mijn eerste lesdag had. Van eeuw. Goedemorgen. Ik heb dus vorige week deze laarsjes gekocht in Londen voor 12 pond. Die ga ik vandaag voor het eerst aandoen, maar ik ga eerst even een make-upje opsmeren. Ooit als cadeau de haarspray, hoe heet dat? De droogshampoo van Sophia meegekregen. Oh, dit spul is zo goed, maar het is ook zo duur. Ja, ik koop het nu wel weer elke keer opnieuw. Omdat ik heb geen droogshampoo gevonden die hierop lijkt en die vegan en dierproefvrij is. Dus mocht je een tip hebben, let me know. Maar tot die tijd blijf ik lekker mijn geld hier aan uitgeven. Ik doe hier wel echt super lang mee, want ik gebruik het niet zo heel vaak. Ik moet alleen nog even die mascara hier weghalen. Mijn haar ziet er nu gewoon schoon en soort van gefeund uit. Dat is letterlijk alleen door die roodshampoo. Geen spon. I wish. Hey. Volgens mij is de Palo ook zo blijf niet. De Marnix. Misschien moet ik dat wel heel de ochtend gaan leren. Smoothie time. Goedemorgen. Vandaag is de eerste dag dat ik naar de PABO ga. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo zenuwachtig. Ik heb er vooral heel veel zin in. Dus dat is chill. Ik weet niet zo goed wat precies vandaag het plan is. Behalve dat we rond 9 uur verwacht worden. En dan is de ochtend een soort introductie. En dan hebben we 's middags colleges. Maar ik heb dus geen rooster. Dus ik heb ook geen idee wat voor colleges. Het is gewoon even rustig inkomen deze week. Het is wel best wel een lange dag. Want we moeten er uiterlijk 9 uur zijn. En het duurt tot 5:30. Even mijn tas inpakken. Oké, wat ik meeneem is mijn laptop. Ze hadden gevraagd of ik een laptop of een tablet mee wilde nemen. Water. Dit is een beetje mijn van alles zakje. Tasje, kauwgom, koek, paracetamol, parfum, portemonnee, zonnebril, GoPro camera. Ik hoop dat ik hiermee wat dingetjes kan gaan filmen zonder mezelf in verlegenheid te brengen. Tissue, pen, naakhaald. Die lijkt me ook niet echt nodig. En elastiekjes. Ik moet natuurlijk ook mijn lunch mee. Ik had er gisteren couscous gemaakt. Dus dat neem ik mee. En dan moet ik ook niet even een lepel vergeten. Mocht dit trouwens de allereerste video zijn die je van mij kijkt. Ik ben Vee, ben 24 jaar en ik heb al een bachelor en een master afgerond. Maar ik heb dus nu besloten dat ik de PABO wil gaan doen. Ik ga hem deeltijd volgen. En mocht je hier wat meer over willen weten, dan zet ik even 2 video's in de beschrijving. Waarin ik wat meer vertel over deze keuze. En hoe dat ook zit qua de hoogte van het collegegeld als je zo'n bachelor hebt gedaan. Ik draag dus nooit laarsjes, maar ik zocht al heel lang van die, nou ja, leuke laarsjes. En toen kwam ik dus deze tegen in een tweedehandswinkel in Londen. En ze zitten dus echt als gegoten. En dat heb ik niet heel erg vaak met schoenen. Ik ben alleen dus gewend om plateau schoenen te dragen. Echt al jarenlang. Dus ik moet even wennen aan deze look. Ik vind het zo van die volwassen schoenen of zo. Daar moet ik gewoon nog even een beetje aan wennen. Eerste dag. Daar gaan we.
Toen ik aankwam stond er allemaal koffie en thee klaar in de gang. Normaal is dat dus absoluut niet het geval, maar ik denk dat we het konden zien als een soort welkomstdrankje. We hadden eerst een soort algemeen praatje met iedereen, kregen onze faciliteitenkaart en er werd wat verteld over de opbouw van het studiejaar, dus over de vakken die we het eerste jaar zouden volgen. Nou, zoals je ziet, ik heb een naamplaatje op en we moesten net al op de foto. Nu zijn we aan het wachten tot iedereen op de foto is geweest. We gaan nog op de groepsfoto. Ik krijg nog een mooie sweater. Dus ja, het is wel leuk. Ook om iedereen mee te horen, wat iedereen hier brengt. Dus even naar de wc en nu ga ik weer terug. Nadat iedereen op de foto was geweest voor zijn schoolpas, kregen we met de klas een rondleiding door het gebouw. Dus we gingen langs bij een paar bijzondere lokalen, bij de mediatheek. En ik vind het dus echt zo cute om te zien dat heel die mediatheek vol staat met kinderboeken en handpoppen. En nou ja, ik weet niet, ik werd er helemaal blij van. Na de rondleiding kregen we informatie over de online systemen die gebruikt worden om huiswerk en zo door te geven, te communiceren met docenten. Dus iedereen moest even een wachtwoord aanmaken. Dus dat zie je me hier heel geconcentreerd doen. Ik heb nu les over expressie en houding. Best wel interessant. En grappig. Het is een beetje acteerachtig. We hebben nu even snel pauze. We hebben hierna volgens mij nog dramales. Maar ik vraag me heel erg af wat het verschil gaat zijn tussen die twee. De les die ik volgde bleek helemaal niet een les over expressie en zo te zijn, maar een dramales. En dat verklaart dan ook waarom we zoveel aan het acteren waren in de les. Dit is trouwens de hoodie die we hebben gekregen. Na twee drama gingen we door naar het laatste college van de dag. En dat vak heet leerkracht. En deze keer ging het over klassenmanagement en basiscommunicatie. We hadden het onder andere over de basisbehoeften van een veilig pedagogisch klimaat, de 7 onderdelen van klassenmanagement en hoe je betrokkenheid van leerlingen in een les kunt verhogen. Ik weet niet of jullie het interessant vinden als ik een beetje op de inhoud van de vakken inga. Laat dat me vooral even weten. Ja, wat niet? Ik weet niet hoe het heet. We keken bijvoorbeeld videofragmenten van docenten die les gaven en dan moesten we in groepjes analyseren wat we uit de theorie herkenden in de praktijk. We hadden tot 6:30 les en om 5:00 echt, ik had zo'n enorme trek en ik begon best wel in te kakken, dus ik was blij dat het er bijna op zat. Ik merk echt dat ik helemaal gewoon ook socially drained ben, zeg maar. Dat je echt denkt, ik ga naar huis, ik ga vanavond op die bank liggen en ik kom er echt niet meer vanaf. Het was echt een leuke eerste dag, maar ik merk ook dat ik echt wel kapot ben. Maar ik ben zo blij dat het nog gewoon nog licht is. Ik heb trouwens echt geen idee of het een beetje te volgen was. Ik heb geprobeerd hier en daar wat te filmen, maar het is natuurlijk echt kapot ongemakkelijk. Met mensen die ik niet ken om dat te filmen. En ja, ook een beetje privacy schending om het zomaar wel te doen. Dus ik heb geprobeerd hier en daar wat stukjes te filmen. Maar ik ga nu even lekker naar huis en dan vertel ik thuis nog wel even wat meer over hoe en wat. Zo moe. Ik kan niet door hoe moe ik was totdat ik daar wegging. Volgens mij zei ik op een gegeven moment dat we spraak- en expressieles hadden, maar dat was blijkbaar de dramales. Ik dacht al, als dit niet een dramales is, hoe gaat dan een dramales eraan toe? In kleine groepjes kregen we verschillende handleidingen, dus echt hele droge, saaie, informatieve teksten. En dan moest je die op een sprookjesmanier voorlezen of op een horrormanier. Dat was wel grappig en dan moest je raden hoe de ander zeg maar voorlas. Ik heb wel echt veel gelachen in die les. En het was heel chill, want dat was nadat we heel de ochtend hadden stilgezeten, was dus rond 11:30 die dramales. Dat was echt top. Wat heel chill is, nou ja, eigenlijk helemaal niet zo heel chill, maar ik was dus vergeten om de maaltijdbox op te zeggen. Dus die was vandaag bezorgd. Maar ik ben daar op dit moment heel blij mee, want dan hoef ik nu niet na te denken over wat ik ga koken, maar dan echt geen boodschap te doen. Maar ik moet eerst deze spijkerbroek uit. Ik ben ook echt niet meer gewend om heel dag een spijkerbroek aan te hebben. Ik had dus op Instagram gevraagd of misschien iemand die mij volgde nog een paar boeken verkocht die ik voor de Pabo moest hebben. Ja, ik had toch wel wat berichtjes gekregen van mensen die zeiden van, oh, doe ook Pabo, bla bla bla. Dus ik dacht misschien dat het me lukt om zo nog aan wat tweedehands boeken te komen. En dat is gelukt. Dus ik heb net 2 boeken opgehaald bij iemand, nog helemaal nieuw. Echt heel chill. Ik heb nog steeds niet allemaal boeken gekocht, maar ik heb wel het idee dat ik steeds beetje bij beetje begin te zien. Of in ieder geval dat ik beter kan inschatten wat ik uiteindelijk echt nodig ga hebben. Sorry dat ik kauwgom in heb. Echt heel irritant waarschijnlijk. Ik dacht, ik laat even zien welke boeken ik tot nu toe heb. Misschien zijn er mensen die dat interessant vinden. Dit is het eerste boek dat ik kocht. Deze heb ik op Vinted gekocht. Echt een tip om daar ook even te kijken voor, oh, voor boeken. Kijk, hier zie je een beetje de
inhoud. Dit boek wordt gebruikt bij het vak leerkracht. En dan deze boeken heb ik net opgehaald. Allereerst deze, Rijke Taal. Dit gaat over taaldidactiek. Dus hoe je taalles geeft, leesles geeft. En het meisje van wie ik hem over heb gekocht zei dat ze deze al veel gebruikt het eerste jaar. Zij deed ook de deeltijdopleiding, maar was in september begonnen. Dus zij is net een half jaar bezig. En van haar heb ik ook deze overgenomen. En deze heb je nodig om uiteindelijk de taaltoets te kunnen maken. Maar dan de landelijke kennistoets. Dus dat is een andere toets dan die ik een paar weken geleden heb gemaakt en gehaald. Ik heb ook de WiskaP trouwens gehaald al. Echt heel chill. Hakken over de sloot. Was echt nog een hele ervaring. Maar ik heb daarover een reel gemaakt die op mijn Instagram staat. Dit gaat dus niet per se over TT-spelling en ontleden van zinnen en zo. Maar meer, nou ja, over dingen die ik echt nog nooit eerder heb geleerd. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Dus ik vind taal best wel leuk. Op dit soort dingen zeg maar op dit moment echt helemaal niks. Dus dat vind ik wel leuk om daar dan nu over te gaan leren. Dat zijn tot nu toe de drie boeken die ik heb. Echt, ik ben me rot geschrokken wat die boeken allemaal kosten. Dus ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk tweedehands te kopen. Of ook gewoon even af te wachten. Totdat ik zeker weet dat ik een boek nodig heb. En ik zoek eigenlijk alleen nog het wiskundeboek. Het is deze week dus voorjaarsvakantie. Waardoor ik ook geen college heb. Dus dat betekent dat ik wel geteld één dag naar school moest. Nu vakantie heb en pas volgende week weer moet. En dan hoor ik ook waar en wanneer ik stage moet gaan lopen. Dus dat vind ik best wel spannend. Ik ben heel erg benieuwd wat voor video's je wil zien rondom dit hele gebeuren. Of je daar bepaalde ideeën over hebt, voorkeuren in hebt, laat het weten. Mocht je deze video leuk vinden, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Dat helpt mij heel erg met de groei van mijn kanaal. Doordat YouTube heel erg houdt van interactie op een video. Dus laat een reactie achter. Geef een duimpje omhoog. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je weer te zien in een van mijn volgende video's. Doei!